hoe het precies zit, dat weten wij goed uit te leggen. Maar voor nu heel even simpel te houden, train wat je wilt trainen. Welkom bij weer een nieuwe Olympus podcast. Ik ben Kjeld. Ik ben William. En vandaag, aan het eind van deze podcast, weet jij meer over hoe je een trainingsschema maakt. Nou, dat is mooi. Hey William, we hebben een vraag gekregen van een kijker, een luisteraar. Mm-hmm. Die is al een half jaar aan het trainen in een fitnesszaal. Ja. Of ja, nu ook een beetje buiten natuurlijk, maar in ieder geval. En die zegt eigenlijk van, ik wil gewoon wat gerichter gaan trainen. Hij heeft een beetje alles geprobeerd wat je kunt bedenken. Ja. Benchpress, squat, deadlift, in een rek hangen, zichzelf optrekken, push-ups, machines en dumbbells. Ja. Alleen hij zegt van, ja, er zit niet echt een richting in. Nee. En ik merk op een gegeven moment ook van, ik weet niet zo goed waar ik naartoe ga. Ja, maar hij wil wel sterker worden. Dat is hij wil wel sterker worden? Ja. Oké. Okay. Ik vind het een klein beetje... Hij is 30 jaar. Hij is 30 jaar. Ja. Klinkt wel een beetje als een vraag toe. Als ik heel eerlijk ben. Oké. Okay. Ik bedoel, ik wil sterker worden. Ik doe 26 oefeningen. Maar wat wil je precies? Ik denk eigenlijk, als ik zijn verhaal goed begreep, dat hij eigenlijk op zijn hoofdoefeningen, zogenaamde compound oefeningen, wil hij eigenlijk denk ik gewoon naar minder herhalingen toe. En hij wil daarop sterker worden. Ja. Met behoud van een goede techniek. En uiteindelijk is het resultaat dus dat hij gewoon meer kilo's kan bankdrukken. Of kan vaker kan optrekken enzovoort. Oké. Okay. Ja, ik denk, is dat Ja. Kan er een beetje in komen, aangezien net 6 oefeningen eigenlijk opgenoemd werden. Oké. Okay. Ja, daar kan ik wel wat mee. Okay. Maar hoeveel herhalingen deed hij bijvoorbeeld? Tot nu toe was het meestal 12 herhalingen. 12 herhalingen. Hij heeft gelezen dat dat veilig is, omdat hij dan niet te snel overbelast raakt. En dat hij ook nog een beetje conditie opbouwt. Dat was een beetje zijn plan. Oké. Okay. Ja. Want hij rent ook nog 1 keer in de week en dat hij zei van nee, dat matchte een beetje, dacht hij. Oh ja. Dus 12 herhalingen. Drie sets. Ja. Dus dan komen we ongeveer op 9 sets per week. Ja. Klopt. Oké. Okay. En hij werd niet sterker? Nou, uiteindelijk in het begin merkte hij wel dat hij beter werd in de oefening en hij kon hem wel wat zwaarder zetten. Maar dat is nu eigenlijk een beetje afgevlakt, omdat hij eigenlijk als hij daar is, probeert hij eigenlijk bijna alles te doen. Hij heeft gewoon 1 uur, 1,5 uur en hij gaat net zo lang door tot hij moe is. Dat vertelde hij mij. Maar okay. Ja. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij dan zijn trainingen doet. Mm-hmm. Maar dat kunnen we nu niet zo heel erg schetsen. Mm-hmm. Wat we wel kunnen schetsen is van waar zou hij rekening mee kunnen houden in de training. Ja. We beginnen eigenlijk met de basis waarbij je eigenlijk de trainingsprincipes doorneemt. Mm-hmm. En ik zal het er even bij pakken. En er zijn 5 trainingsprincipes. Ik pak het bord erbij. Ik heb het alvast opgeschreven. Ik wist dat deze vraag kwam namelijk. Ja. En het eerste is eigenlijk het belangrijkste is dat je overload creëert. Ik ga heel even aan de andere kant van het bord staan. Dan kan ik een beetje naar Kjeld praten. Ja. Overload. En dat betekent eigenlijk, train zwaarder dan dat je normaal doet. Dus ik ga je een vraag stellen. Ja. Dat is, stel je voor, je fietst een half jaar dagelijks naar je werk, dus 5 dagen in de week. Mm-hmm. Fiets je 5 kilometer en daar doe je ongeveer 10 minuten over. Mm-hmm. Nou, dat is best snel. Ja, dat klopt. Ja. Is dat training? Ik denk het wel bij die snelheid, maar het hangt helemaal vanaf van de getraindheid van die persoon. En in dit geval, in hoe hoog zijn hartslag is ten opzichte van zijn maximale hartslag, zou ik denken. Dus het is helemaal heel relatief eigenlijk. Voor de een zal het training kunnen zijn, en voor de ander niet, denk ik. Maar eigenlijk niet. Want hij is eraan gewend. Hij doet het dan een half jaar op hetzelfde tempo. Okay. Eigenlijk traint hij dan niet meer. Hij onderhoudt gewoon wat hij kan. En dat kan hij gewoon eigenlijk heel goed. Hij traint er eigenlijk niet. Ja. Dus overload. Ik train altijd zwaarder dan dat je normaal doet. De volgende is verminder de meeropbrengst. En dat gaat eigenlijk over de aanstaande jaren. In het begin zie je eigenlijk dat je best wel snel veel kunt. Dus je maakt heel snel progressie. En je gewicht gaat omhoog, je prestaties gaan omhoog. Gaat allemaal heel snel. Tot ongeveer 2 jaar na het trainen. En dan vlakt het af. En dan kom je ongeveer op het plafond. Hier worden de trainingen complexer, hier moet je meer gaan uitdagen, dus
ik kom zo meteen op de supercompensatie, komt dan over een langere periode. Maar we gaan nu uit van de eerste 2 jaar. Dus we gaan er eventjes inzoomen op de eerste 2 jaar waarbij je veel progressie kunt maken. Nou, specificiteit is trainen wat je wilt trainen. Dus als jij beter wilt worden in traplopen, ga traplopen. Dat is specifiek. Je kan ook zeggen, ja, ik ga squatten. Ja, is toch andere beweging dan dat je gaat traplopen. En dan vraagt toch weer net iets anders. Hoe het precies zit, dat weten wij goed uit te leggen. Maar voor nu heel even simpel te houden. Train wat je wilt trainen. Je hebt nog 30 seconden voor het eerste blok. Oké, ja, kom ik snel. Supercompensatie is eigenlijk, je hebt een basisniveau, je gaat trainen, dus je raakt vermoeid. Die prestaties gaan naar beneden. Nou, aan het einde van je training ga je herstellen. En het mooie van het lichaam is dat het altijd beter herstelt dan dat het dat de beginwaarde was. Dus dat is het mooie van het lichaam. Nou, als je 1 keer in de week traint, krijg je de blauwe lijn. Train je te vaak in de week, krijg je de onderste rode lijn, waarbij je eigenlijk krijgt dat je je lichaam verder sloopt. En de bovenste rode lijn is dat je gewoon genoeg rust en training, dat arbeidsrustverhouding, dat goed in orde is. En dan zie je eigenlijk dat de prestaties omhoog gaan. Stop je met trainen, krijg je omkeerbaarheid, verlies je eigenlijk alle progressie die je hebt gemaakt. En eigenlijk hoe langer je hebt getraind, hoe langer je er profijt van hebt. Nou, het mooie is dat je eigenlijk de eerste 3 weken nadat je gestopt bent, bijna niks verliest. Ik zal er een bronnetje onder zetten waarbij je het nog even rustig na kunt lezen. Oké, periodiseren. We hebben het net gehad over trainingsprincipes, trainingswetten. Maar hoe geef je dat naar handen en voeten in je training eigenlijk? Hè? Daar gaat het volgende stukje over. Ja, nou, ik heb alvast wat op het bord geschreven. Nou, heb je snel gedaan, joh. Ja, sneller. Ja, zeker. Gewoon in 1 minuut. Heel goed, heel goed. Tudor en Bompa die hebben heel veel periodiseren beschreven voor de krachttraining. Hm. Nou, we hebben het eigenlijk over beginners. En dan heb ik gewoon eventjes een beginnerschema opgesteld. En dan waar we rekening mee houden. En we beginnen eigenlijk met een anatomische aanpassingsfase. Hierbij begin je eigenlijk met trainen. En als ik er eventjes ook naar de percentage toe ga, dan ligt dat tussen de 40% en 60%. Nou, heb ik er niet opgezet, maar het betekent eigenlijk gewoon heel veel herhalingen en weinig rust. En welke aanpassing heb je het dan over, waar je dan voor traint? Nou, eigenlijk wil je niet gelijk beginnen met een hoge load op spieren, pezen. Je wil gewoon eigenlijk bewegingen trainen. Het lichaam laten wennen aan dat jij gaat sporten. Ben je meer linkshandig, wil je dat eigenlijk dat rechts ook net zoveel doet. Dus eigenlijk wil je in die aanpassingsfase dat je weet waar je heen moet bewegen. Dat je het lichaam laat wennen aan belasting. En dat je symmetrie gaat trainen. Ja, dat kan niet helemaal, maar probeer wel zoveel mogelijk symmetrie te krijgen. Oké, ja, helder. Ja. Nou, als je er doorheen bent en ik geef er altijd ongeveer 12 trainingen voor. Dus als je 2 keer in de week traint, duurt het 6 weken. Train je 3 keer in de week, is het ongeveer 4 weken. Dus 4 tot 6 weken, een aanpassingsfase. Dan een hypertrofiefase, waarbij je het eigenlijk de percentages gaat opvoeren tussen de 70% en 85%. Ik zou eigenlijk adviseren om eigenlijk eerst op de 70%, tussen de 70% en 80%, om gewoon te wennen aan de zware belasting. Je gaat de spieren meer uitdagen dan in die aanpassingsfase. En meer uitdagen. Je noemt 70% en 80%. Ja. Van wat? Van wat je 1 keer zou kunnen. Ah ja. 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 Ja, het is misschien een heel raar begrip. Wat is 70%, 80%? Wat moet ik me bij voorstellen? Hmm. Je moet eigenlijk zo zien dat je er ongeveer bij 70% kun je 12 herhalingen mee. En bij 85% 6 herhalingen. Hoe dat precies zit, dat leer je eigenlijk in de loop van de trainingen van aanvoelen van het lichaam. Het mooiste is om het eigenlijk van tevoren te testen van wat is mijn 1 RM, 1 repetitie. Maar wil je daar zelf achter komen, kun je eigenlijk gewoon door trainen aanvoelen van hoeveel herhalingen doe ik. Kom ik zo meteen op terug in de weekprocedure. We gaan nu even verder met hoe ik het heb opgebouwd. Mm-hmm. Daarna een mix
of een transitiefase waarbij je eigenlijk 50 tot 60% van je ene rem traint. Waarbij je eventjes de druk eraf haalt en dat je daarna weer zwaarder kunt trainen in de mixed week. En de mixed week zit eigenlijk tussen de maximaal kracht, wat vanaf 85% tot 130% zit. Zul je denken, 130%, we gaan toch maar tot 1. Ja, ja. Maar we kunnen ook negatief trainen. Denk aan bijvoorbeeld de pull-up die je bovenin begint en langzaam laat zakken. Dus een excentrische belasting waarbij je eigenlijk zwaarder traint dan dat het lichaam aan kan. En excentrisch is eigenlijk de omgekeerde beweging, zou je kunnen zeggen. Nou, excentrisch is eigenlijk gewoon je levert kracht, maar de spier wordt langer. Oké, ja. Dus eigenlijk een mix tussen de maximaal kracht en de hypertrofie, zodat je eigenlijk langer de spanning vasthoudt die je hebt opgebouwd in de afgelopen 3 maanden. En zo ziet eigenlijk onze macro training eruit. Onze macro is 3 maanden. Macro trainingsschema. Onze meso training is een periode in die 3 maanden. Dus 4 weken blok. 4 weken blok. 1 week blok. En 4 weken blok. En dan is het eigenlijk aanpassingsfase. Anatomische aanpassingsfase. Hypertrofiefase. Een transitiefase waarbij je eventjes de zware load van de hypertrofie afhaalt. En dan een mix waarbij je heel veel kracht erop gaat zetten. En daarna, als je nu begint, ben je ongeveer in juli klaar. Mm-hmm. Klaar voor de zomer. Oké. Zou je per gebied eens kunnen zeggen van dit is je resultaat? Dus op een gegeven moment heb ik hypertrofie bereikt. Wat is mijn resultaat? Waaraan zie ik dat? Hypertrofie duurt eigenlijk 6 tot 8 weken. Mm-hmm. We doen het hier nu in 4 weken. Ik verwacht eigenlijk resultaat hier aan het einde van de 3 maanden. Dus dan zie ik, wat kan ik meer? Kan ik sterker? Je bent sterker, mm-hmm. Je hebt meer volume in je spieren. En je kan links-rechts evenveel belasten. Oké. Ja. Ja. Maar we gaan zo meteen inzoomen op een microcycle van een week. Waarbij ik uit ga leggen hoe je dan traint. Oké, duidelijk. Oké, alweer het derde deel van deze podcast. We gaan eens kijken op weekniveau wat je dan doet en welke oefeningen daarbij horen, toch? Ja, ja. We gaan op weekniveau kijken van hoeveel belasting geef je het dan, wat ga je doen. En dat hebben we even opgeschreven. Dat heb ik weer super snel gedaan. Hij is kampioen en snel opschrijven. Ja. Zeker, zeker. Compliment. We beginnen met de wake load. Hoeveel sets wil je nou op een week doen? In verschillende literatuur is al beschreven dat je minimaal 10 sets per week moet doen. Per oefening, toch bedoel je dan? Per oefening. Check, check. Of per spiergroep is dat. Ja, ja. Even per oefening, per spiergroep 10 sets. En dat je boven de 20 sets weinig verschil merkt of je er nou 10 doet of 30. En boven de 30 is ook weer de vermoeidheid wat meer gaat opspelen. Dus tussen de 10 en 20 is prima, zeker voor een beginner. Dan gaan we daarna even doornemen welke 5 bewegingen van het lichaam waar je rekening mee kan houden. En dat zijn eigenlijk de squat, eigenlijk alle squatbewegingen, alle heupstrekbewegingen zoals een deadlift, dus hinge. Pushen, dus denk aan een benchpress, shoulder press, eigenlijk alles wat je wegduwt, alles wat je naar je toe trekt, spool. En eigenlijk alle rotatiebewegingen. En of het dan anti-roteren is, dus een beweging vasthouden en de rotatie tegenhouden, of dat je gaat roteren. Dat maakt dan niet zo heel veel uit. En waar vindt die rotatie dan ongeveer plaats? Is dat alle gedeelten van het lege lichaam? Of vooral je wervelkolom? Of? Ja, ze hebben het eigenlijk vooral over de wervelkolom. Omdat die gewoon moet kunnen draaien in alle bewegingen. En je kan daarboven. Nou, wervelkolom eigenlijk. Ja. We gaan ook de anatomische aanpassingsfase. Dus de eerste 4 weken gaan we even bespreken. En die heb ik ook uitgeschreven. Week 1, week 2, 3, 4. We trainen 3 keer in de week. En dan heb ik ook eigenlijk het supercompensatiemodel laten zien. Dus we trainen 3 keer. Je start hier eigenlijk de eerste training. Je bent uitgerust. Je gaat beginnen, je wordt moe. Je gaat herstellen.
En op woensdag ga je weer trainen. Nou, je traint ongeveer in de supercompensatietijd. Hebben we eigenlijk in het eerste deel besproken. Ga je weer trainen, dus je raakt weer vermoeid. Nou, het lichaam gaat weer herstellen. En op vrijdag pak je je laatste training. En die heb ik wat zwaarder opgeschreven. Dat laat ik zo meteen even hier zien. Dus heb je tot maandag weer om te herstellen, ga je weer op maandag trainen. En zo ga je eigenlijk die 4 weken in. Week 1 doe je eigenlijk van alle oefeningen, die heb ik hieronder geschreven, leg ik zo meteen uit. Doe je 3 sets van 20 herhalingen, waarbij je eigenlijk 3 herhalingen overhoudt. En ik heb hier RPE 6-7 opgeschreven. Je kan ook reps in reserve gebruiken, dus hoeveel herhalingen je overhoudt. Weet je, je 1RM kun je percentage gebruiken, maar het is een beetje lastig als beginner. Van wat is mijn percentage? Dan kun je beter reps in reserve gebruiken. Is ook wat accurater bij 25 herhalingen dan RPE. RPE is heel lastig in te schatten, namelijk als je hier gaat trainen. Hoe kan ik nou een oefening overhouden eigenlijk? Hoe kun je overhouden? Ja, hoe kan ik nou een oefening overhouden? Ik doe hem gewoon. Ja. En dan heb ik hem gedaan. En dan je zegt dat ik iets open kan houden. Als je 20 herhalingen doet, is veel. Ja. Maar je zou er ook 25 kunnen. Oh, hou je eigenlijk 5 herhalingen over. Ja, ja. Dus je zou meer kunnen dan je eigenlijk gedaan hebt. Ja, maar dan niet te veel. Dus als je er 10 extra kan, dan betekent dat je eigenlijk te laag aan het trainen bent. Check. Ja. Ja. Je wil er eigenlijk 3 overhouden, dus eigenlijk zou je er 23 kunnen, maar je doet er 20. Mm-hmm. Waardoor de belasting niet gelijk heel hoog is en je uitvoering goed blijft. Mm. Nou, training op woensdag doen we RPE 8. Hou je ongeveer 2 herhalingen over en dan gaan we naar 17 herhalingen. Dus het gewicht gaat omhoog. Je houdt minder herhalingen over en dus meer belasting. En de laatste, op vrijdag pakken we een zware training, is RPE 9, 9,5. En dan hou je eigenlijk 1 herhaling over, doe je weer die 17, maar als het goed is, is die zwaarder dan die, want hier hou je meer over. En je doet 4 sets. Komt eigenlijk neer op 10 sets in die week. Mm-hmm. En op schaal van 1 tot 10 hè, is die RPE. Ja. En een 10 is dan super zwaar? Ja, onmogelijk 10, bijna? 10 is eigenlijk onmogelijk. Ah ja. Dat ja. Moet en 1 is een makkie. Als je in competitie denkt, dan moet je gewoon denken: als ik een wedstrijd zou doen, dan moet ik heel even alles geven. En dan moet je eigenlijk 10 ja. zien. 10 is eigenlijk in training bijna niet. Ga je gewoon niet halen. Ja, dus je moet een beetje leren voor jezelf om te weten: wat is een 7'tje, wat is een 8'tje? Ja. Dat moet je een beetje ontdekken. Hè? Ja, en eigenlijk hoe dichter je. Als je herhalingen onder de 5 blijft, kun je RPE gebruiken. Ga je eigenlijk boven de 5 herhalingen, kan je beter reps in reserve gebruiken. Ja. De 6 oefeningen die je dan als in dat schema kan doen. Dus die eerste 4 weken zijn de bench press. Dat is een push. Een squat. Dus een squat. Pull. Zit bij 4. Dan hebben we eigenlijk een shoulder press. Is ook een push. Een split squat zit een squat in en een rotatie, dat je toch iets tegen moet houden. En bij de deadlift zit er een hinge in, dus een eenbenige deadlift zit er een hinge in, maar ook een anti-rotatie. Je moet een rotatie tegenhouden en toch weerstand verplaatsen. Okay. En zo ziet eigenlijk een best wel basisschema eruit. Oké, we kunnen nog even een bron mee sturen hè, over wat mechanismen die je aangeeft. Ja. En je kunt ook vragen hierover stellen natuurlijk in de WhatsApp. Op maandag, woensdag en vrijdag live. Hebben we er aanvullingen? Die geef ik zo. Oké, check. Oké, nou nu hebben we eigenlijk alles besproken. Heb je nog vragen? Ik wilde wel even kijken naar, in het begin hebben we gezegd hè, dat je een duidelijk doel moet stellen. Ja. Dus ik even een beetje resumerend. Je hebt handvatten gegeven. Jij hebt handvatten gegeven van hoe je een trainingsschema kan maken. Dus ga er zelf mee aan de slag. Je weet ons te vinden voor vragen. Ook in de buitenfitness en straks hopelijk ook weer binnen. In de binnenfitness en Kratistos. Dus ga er vooral mee aan de slag. Dat zou ik zeggen. En zou ik stimuleren. Ja. Ja, en stel vooral een duidelijk doel. Ja. Als je iets wil weten, dan is het makkelijker als je het doel weet, dan weet je waar je aan moet houden, dan dat je een vaag doel hebt, ja, ik wil mijn spiermassa. Ja.
als trainer kunnen we daar vrij weinig mee, want dan weten we nog steeds niet wat jij wil. Als jij zegt, ik wil graag mijn body weight kunnen squatten, kunnen benchen, kunnen deadliften, dan kunnen we wat mee. Dan kunnen we hebben een fysiek doel waar we naartoe kunnen werken. Ja, ja. Nou, William heeft die verschillende cycli laten zien, hè? Dat je ook zo'n aanpassingsfase hebt. Stel voor dat je je nou spiegelt aan een vriend van je. En die heeft eigenlijk die fase al gehad bijvoorbeeld. Maar jij zit daar nog in. Ja. Ja, dan moet je eigenlijk niet hetzelfde doen als hij. Hè? Dus ja. Eigenlijk kijk goed naar jezelf. Waar sta je? Welke doelen heb je? En blijf dat dichtbij. Want dat bepaalt eigenlijk wat een goede training is voor jou. Ja. Dus vergelijken is bijna nooit goed, hè? Nee, ja, misschien heeft die vriend van jou wel beter geslapen dan jij. En kan hij op een RP 9 makkelijk meer doen dan jij op een RP 9. Ja. En het kan ook zo zijn dat die week ervoor echt veel beter ging met dat gewicht en dat die week daarna gewoon slechter gaat. Mm-hmm. Voeding, slapen, eigenlijk komen we weer terug bij vorige week. Ja. Ja. En je kunt gerust samen gaan sporten, hè, als het stimulerend werkt. Als je daar, het kan je helpen om samen te gaan. Sommige mensen gaan dan juist, hè. Ja. Maar doe wel je eigen ding en doe het goed voor jou. Dus dat is wel de boodschap. Ja, dat een blessure is eigenlijk meer ego-liften dan dat je echt verkeerde dingen doet. Ja, en blessure is gewoon het gevolg ook van gewoon meer doen dan je aan kan. Je belastbaarheid, hè, is gewoon nog niet zodanig dat je... Hè, het staat niet in verhouding tot je belastingen, daar moet je altijd voor zorgen. Dus wat je doet, moet je aankunnen. En train progressief, dat je vooruit gaat, is heel motiverend. En uiteindelijk kom je ook ergens wat jij kan. En dat is voor per persoon verschillen. Ja, okay. Dus heb je vragen, like, subscribe en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.